avond. Hey wat mensen, welkom terug bij een nieuwe aflevering. Zoals ik beloofd heb, gaan we vandaag een ritje doen dat een high-tech apparaat gaan we vervoeren. En we moeten dat vervoeren van Lyon naar Genève. Dus Oostenrijk, als ik me niet vergis. Maar we gaan niet zoveel verdienen. Maar mensen, we gaan dit toch doen. Zodanig dat jullie kunnen zien hoe dat in zijn werking gaat. En ben ik je benieuwd. Het is ook de eerste keer dat ik op Eurotruck zo een ding ga doen. Maar oké. Zoals je ziet, moeten we dit vervoeren. Dus ik ben wel een keer benieuwd. Oké, normaal is dat makkelijk voor af te draaien, maar we gaan zien. Hè. Dus we moeten binnen, dat is wat we moeten aandoen. We moeten achter de begeleidingswagens blijven. Let's go! Get ready to turn left. Turn left. Ik ben wel een keer benieuwd, dus hey, mijn knop staat niet. Ik ga eerst mijn knop goed zetten, want mijn knop doet het niet. Thank you.
go straight on. En nu neemt hij wel op, hè? En nu wilt hij bellen, hè, babe? Nu wilt hij bellen, hè? En Nicky? Ja, maar ik zit in opname. Straight on. Sorry mensen dat ik even stil ben, want ik ben me aan het focussen, want we rijden richting Genève. En we hebben een redelijk brede lading mee. We rijden in kolonnen, onder begeleiding. En ik vind het voor de eerste keer dat ik het doe op Eurotrucks wel redelijk goed meevallen. Oh die. We rijden met een Iveco Trals, denk ik, hoe dat uitgesproken wordt. Ik rij ongeveer 30 per uur omdat ik zoiets heb van oké, een moordier 60, maar ik heb zoiets van liever traag en veilig dan dat ik snel en een ongeluk maak. Maar ik kan toch niet sneller met de begeleiding voor mij. Voor de mensen die naar mijn video's kijken, ik word niet graag gebeld terwijl ik aan het opnemen ben. Dat is, ik moet me al genoeg concentreren, ik moet alles in doorhouden ook. En dan zijn er mensen die mij proberen bellen. En ik heb dat niet al te graag. Dus
Zo ziet het, dat zijn we aan het vervoeren, mensen. Go straight on. Ja, madame, dat doen we ook. Nog onderdringen, dus nog een goede 150 kilometer doen, mensen. En dan zijn we op de locatie in Geneve. Maar we moeten dit doen aan 30 per uur. Get ready to turn right. Turn right.
dom. Small gedeelte. Oké. Nog een uurtje rijden inspannen.
Get ready to turn left. Turn left. We zijn nu bijna in Zwitserland. Welkom in Zwitserland, mensen. Oh, welkom, welkom, welkom. Go straight on. We zijn bijna op locatie, mensen. Ja, we zijn in Geneve. Right.
are finished. Voilà mensen, we zijn toegekomen en nu gaan we keer kijken wat we kunnen doen voor onze vrachtwagen aan te passen. Oeh, ik heb bonus gehad. Haha! En daardoor zijn we een level omhoog gaan. Maar wat we nu gaan doen, mensen. Is ons. Wacht maar even, upgraden. Dicht bij de winkel. En dan gaan we onze vrachtwagen upgraden. Nou, ik zie wel wat we kunnen upgraden, hè. Voilà, we gaan even kijken wat we nog kunnen aanpassen. Dus we gaan eerst onze 150 euro. Dan gaan we kijken wat we hier kunnen op aanpassen. Grotere cabine, nee. Daar gaan we even mee wachten. Daar gaan we ook even mee wachten. 408, dat kan ik wel doen. Kunnen we kijken wat voor livery dat we erop doen. Ik wil sowieso iets ziek. Okay. Ja, we dan. We gaan andere velgjes op doen. Dark Silver. Laten. Dan hebben we dit. Kunnen we nog niet aan wat zitten houden. We kunnen nog niet zoveel doen. Lightbar.
kunnen nog niet zoveel aanpassen, maar we kunnen wel kijken wat we er kunnen. Misschien een ander kleurtje. En zo is die geworden, mensen. Voorlopig, hè. Dus we zien wel dat we nog een beetje kunnen aanpassen. Maar mensen, ik ga deze aflevering afsluiten voor vandaag. En de volgende keer gaan we verder. Dus mensen, vergeet sowieso niet te abonneren en te liken op deze video. En vanavond ben ik ook live op Twitch. Dus mensen, komen gerust een keer een goeiedag zeggen. En we zien elkaar vanavond op Twitch. En... Thank you.